Ik krijg een melding in mijn systeem. Dat kan ik op twee manieren krijgen. Ik krijg het via een lijst. En aan de lijst dan kan ik precies zien welke casus er allemaal zijn. Waar iets ingeschoten is. Nou, dan zie je de tijdstip erbij staan, de datum en wat voor case nummer het is. En je hebt de kaartversie. En dan zie je bijvoorbeeld mijn locatie op dit moment gemeentehuis. Maar uiteindelijk wil ik hier naartoe. Nou, naarmate ik dichterbij kom met mijn volgscooter, dan gaat hij ook een signaal afgeven, hey, je bent in de buurt. En naarmate ik in een straal van 10, 15 meter ben, dan gaat hij echt loeien. Van, hey, je bent er in de buurt, nou moet je echt goed gaan kijken waar hij staat, want dan kan je hem vinden. Nou, ik klik het voertuig aan. Ja, en aan de hand daarvan kan ik zien hoe het precies zit. Nou, dit is een testcase, dus uiteindelijk zitten de gegevens niet helemaal erin zoals ze er normaal in staan. Maar normaal zou je hier de foto's hebben. En bij de foto staat dan het kenteken, het voertuig, de locatie, hoe het er precies uitziet. En hier bovenin zie je het kenteken die je waar nodig aan kan passen. Nou, in dit geval heeft hij geen geldig parkeerrecht, heeft ook geen vergunningsrecht. Dus uiteindelijk wat we daarmee gaan doen, is een bekeuring geven. Nou, eerst de locatie nog een keer, dat ik in ieder geval zeker weet waar ik ben. Nou, en dan kan ik kiezen. Wil ik een combimond schrijven? Ja, en dat is dan op basis van strafrecht. Nou, in dit geval is dat niet zo, het is namelijk fiscaal recht. Dus ik ga terug en ik kies hem op fiscaal. Nou, dan kan ik kiezen van, oké, dit voertuig heeft op dit moment nog geen kaart aangeboden, maar dat is straks niet meer. Straks is het echt allemaal digitaal natuurlijk. Maar laat ik zeggen, ik kies de eerste aan, klik ik aan. Nou, en dan kan ik aangeven, oké, controletijd, testvoertuig. Nou, in dit geval gaat het om een Belg, dus dan moet ik er wel bij zetten wat voor merk het eigenlijk is. Nou, dus ik kan kiezen tussen alle verschillende voertuigmerken die er zijn. Nou, laten we zeggen dat ik de slechte parkeerder ben. Ik kies voor een Fiat. Nou, en uiteindelijk kan ik hier even nog bevindingen erbij zetten wat mij opgevallen is op de situatie. Even vier lekker banden. Nou, bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Ja. Nou, ik zeg, joh, prima, dit is het. Ik heb verder geen gegevens meer nodig, foto's zijn al bekend. Nou, hier zie je het bedrag staan, 68,30 euro, maar ik zat er 20 cent naast. Nou, dan zeg ik verstuur. En op dat moment is dan ook de kaas afgehandeld en dan zit het kaartje ook achter de ruitenwisser. Zo. En dan is het systeem klaar.